Dus al die wereldwijde organisaties die een bepaalde sport reguleren, zoals de FIFA, die hebben geen enkel controlemechanisme. Die kunnen dus doen en laten wat ze willen. En daardoor ontstaat corruptie. En daardoor, ja, dat werkt corruptie in de hand. En ik denk dat het een item is dat nu eens een keer bij de Verenigde Naties wordt neergelegd. Dat die een commissie in het leven roepen van onafhankelijke, zeer deskundige personen. Die dit soort organisaties, dit soort wereldwijde sportorganisaties zoals de FIFA gaan controleren. De enige instantie, denk ik, wereldwijd die dat in het leven kan roepen, een dergelijke organisatie, dat zijn de Verenigde Naties. Want anders is het zo dat door dit onderzoek misschien blad er weg is, maar dat er een nieuwe blad er komt. Exact. Dus om daar paal en perk aan te stellen en te zorgen voor de toekomst dat dit afgelopen is, wereldwijd, doe ik gewoon hierbij een beroep op de Verenigde Naties. Topmensen aanstellen in een commissie. De bevoegdheid geven om dit soort organisaties te controleren en helemaal door te lichten. En dan is het gewoon over.